beautiful people. Passie in beeld. Vandaag twee Woerdense broers met een passie voor zeil. Ik ben Perker Soerdin en ik ben eigenlijk zeilmaker van beroep. Samen met mijn broer doen we het nu bijna 3 jaar hier in Woerden. Maar we zijn het al veel langer, want ik doe het nu bijna 30 jaar en mijn broer ruim 35. Mijn broer die werkte daar gewoon als zeilmaker en ik ging daar vakantiewerk doen, ooit. Blijf hangen, dus helemaal geweldig. Ja. Vanaf dag 1, helemaal top. Ja. Altijd blijven doen. In de watersport, dus zeg maar 90% watersport. Voor de rest eigenlijk alles waar mensen een zeiltje voor nodig hebben. Gewoon dus een tuinkleed, een terrasoverkapping. Noem het maar op. Als het van stof is, dan kunnen wij het eigenlijk maken. Als je bij een klant komt en die heeft een boot en er staat nog niks op. En dan moet je eigenlijk iets maken waar de klant mee eens is. Dus wel oké vindt. Maar het moet natuurlijk ook wel smoelen bij de boot. Dus dat het niet een... iets is waar men onder kan zitten, maar dat het totaal niet aansluit op de lijnen van de boot. Dus daar, dat is gewoon mooi. Om iets gewoon uit het niks te creëren en dat de mensen dat de klant daar toch mee vrede mee heeft en gewoon mooi vindt. Wij zijn nu een mal aan het maken. En als je dit gemaald hebt, dan nemen we mee naar binnen toe en dan gaan we dat uitwerken. Als die uitgewerkt is, dan gaan we dat op de rondsnijden, dus toch op de manier gekozen hebben, de klant. En dan gaan we dat maken. Dit is 1 meter of in mallen, dan noemen we dat dan. Ja, dit is mallen. Ja. Dat is de voorkant van de wal, van de boot. En dit gaan we straks allemaal bij elkaar gooien en op stof. En dan gaan we dat in elkaar stikken. En dat moet het dan worden, want het is al uitgewerkt. Dit is een puntje. Dan ben je 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 stukken, 5 delen zijn dat. We hebben de helft gemaald en de contra is precies dezelfde. Dus dan gaan we het doek dubbel leggen en dan gaan we het snijden en maken. Dat is net wat de klant wil, want kijk, acryl is natuurlijk dat stofje wat eigenlijk 90% van de boten tegenwoordig zit. En dan heb je ook nog PVC-soorten, dus eigenlijk waar die vrachtwagenkleedjes van gemaakt worden en aanhangwagenkleedjes. Ja, er wordt niet zoveel gebruikt. Als een nieuw frame gebogen moet worden, dan buig ik het frame zoals ik denk dat het mooi zal zijn. Ja, dan kom ik bij de klant aan, dan wordt het een beetje geplakt en wordt een beetje in stelling gebracht van, nou, wat vind je ervan? Wil je hem lager hebben, wil je hem hoger hebben, wil je hem korter hebben, wil je hem langer hebben? Hoe vallen de lijnen, hè? Dus door middel van tape en dergelijke, hoe dat op de boot eruit komt te zien. Nou ja, dan wordt er een mal van gemaakt. En vanaf de mal wordt dat een beetje in elkaar geplakt, dat je een beetje de vorm van de kap ziet. Ja, en dan... als dat oké is, dan wordt daar, gaat dat in productie en dan wordt het hier in elkaar gezet. Nou, dit is dus een jachtzeil waar een scheur in zit. En dit is gewoon eigenlijk een dakelmateriaal, puur polyester. Hoeveel vierkante meter is het? Waar wordt het voor gebruikt? Of het een lichtweer zeiltje is of een stormzeil? Dat is puur het enige verschil in dikte van het materiaal. Als de druk op de boot gedraaid zijn, dan kunnen we nooit boven doen, omdat dat luistert eigenlijk zo nauw. Dat als je er een halve millimeter kan je nog wel wegkrijgen, maar een millimeter, 2 millimeter, dan voelt het al niet. Dus vandaar dat het altijd op locatie moet of in
in ieder geval afgepast op de boot. Dat kunnen we niet van tevoren zo van, nou daar hoort hij, daar slaan we hem erin.